Ontdek wat de EO nog meer doet met het thema de gastenlijst voor de begrafenis van de Griekse. Voormalige King Constantine wordt langer. Verschillende Europese koninklijke huizen hebben aangekondigd dat ze maandag naar de dienst zullen komen in Athene. De Spaanse en Zweedse koninklijke paren reizen naar Griekenland. De Deense koningin Margrethe zal worden gevestigd met haar zus en haar zoon Frederik. Koningin Sofia van Spanje zal aanwezig zijn op de begrafenis als zuster van Constantijn. Ze zal worden vergezeld door haar echtgenoot koning Juan Carlos. Er is geen boodschap van de Britse koninklijke familie over een mogelijke delegatie. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen samen met prinses Beatrix reizen voor de begrafenis. Het is nog niet bekend of prins Constantijn, het beet van de overleden Griekse koning, aanwezig zal zijn bij de begrafenis. ANP.